Ik wil jullie even uitleggen hoe het Strokes Gained principe werkt bij putten en wil nog iets dieper op ingaan om te laten zien wat voor een krachtig tool het is om een speler te analyseren. Even terug naar het oude systeem. Een speler die gaat rond een 36 puts en speler B die gaat ook rond een 36 puts. Nou, ze lijken dan allebei even goed want ze hebben immers allebei 36 puts gemaakt. En het oude principe is gewoon het tellen van het aantal put's. Maar wat daar niet mee gerekend wordt, is de afstand. Om terug te gaan naar mijn voorbeeld. Stel nou dat speler 1 buiten 36 put's maakt, maar zijn eerste put elke keer vanaf 20 meter heeft moeten spelen. En speler B maakt 36 put's, maar heeft zijn eerste put elke keer vanaf 4 meter moeten maken. Dan kun je wel indenken dat die speler die steeds op 20 meter stond... En steeds een 2 meter put heeft gemaakt vanaf 20 meter, gewoon veel beter heeft staan putten dan die speler die op 4 meter 20 puts heeft, of 36 puts heeft moeten maken. Dus de kracht van het strokes game principe is dat je het aantal put stelt, maar dat vergelijkt met de afstand. En daar zit de kracht. Nou, als voorbeeld ga ik met jullie een 10 meter put behandelen. Een 10 meter put heeft als gemiddelde 2,03. Dus een toerspeler maakt daar gemiddeld twee slagen voor. Twee slagen op 10 meter. Ik ga hem spelen. Nou, ik heb mijn eerste put gemaakt en dit telt als slag 1. En nu lig ik op een afstand van 2 meter ten opzichte van de hol. Dat betekent 2 meter volgens het strokes gain principe, dat een toerspeler daar gemiddeld, gemiddeld anderhalve slag voor nodig heeft. Dus de ene keer zal hij de bal uitholen, de andere keer heeft hij een tweeput nodig. Dat is een gemiddelde van anderhalf. Dus in theorie lig ik nou op een afstand waarbij ik anderhalve slag nodig heb. Ik startte op een afstand waarbij ik twee slagen nodig had. Maar ik heb één slag gemaakt. Dus deze ene slag plus die anderhalve slag is twee en een half. Dus ik verlies op dit moment met mijn put een halve slag. Maar we zijn er nog niet, want ik ga deze put nou uitholen. Ik leg hem even goed. Nou, mag ik het echt natuurlijk niet. En ik hol die bal uit. Nou, in dit geval heb ik de put gemaakt. Wat betekent dat ik op een situatie van anderhalve meter... Eh, sorry, een situatie van twee meter... heb ik normaal anderhalve slag nodig. Ik doe dat in één. Dus ik win nou een halve slag. Dus waar ik daarnet die halve slag verloren had... win ik hem nou terug. Dus uiteindelijk maak ik op 10 meter twee put's. Dus ik win niks, ik verlies niks. Strokes gained is het gewoon level. Maar bij mijn eerste put zojuist... ...hield ik een 2 meter put over. Voor 2 meter in theorie staat anderhalve slag. Dus die ene slag plus die anderhalve slag is 2,5. Dus ik verloor op mijn lange put een halve slag. Maar die compenseerde ik weer op de korte put. Want eigenlijk zou ik hier anderhalve slag over moeten doen. Ik doe hem in, in, in één. Dus ik win meteen die halve slag weer terug. Dus de diagnose in deze situatie zou zijn... ...dat mijn lange put... Wat beter moet. Mijn lange put, daar verloor ik een halve slag. Ik ben sterk op de korte puts, maar ik liet een, ja, een steekje vallen op de lange puts. Dus in deze diagnose zou ik gaan werken aan de lange puts. Nou, ik denk dat je nu een goed beeld hebt, een goed idee hebt hoe het Strokes Game-principe werkt. Het is een krachtig tool om te zien hoe goed een speler heeft staan putten. Het is ook een heel krachtig tool om te detecteren waar zit de sterkte van een speler. En waar zit de zwakte van een speler? En dan weet je als coach, en dit is de manier waarop ik werk: ik weet exact waar ik moet gaan coachen, waar ik moet gaan trainen om die speler een betere speler te maken op de greens. Tot de volgende video.